NOS Jeugdjournaal. Dag allemaal. Angst en paniek in de Verenigde Staten. In dat land zijn vandaag een heleboel aanslagen gepleegd, waarbij waarschijnlijk duizenden mensen zijn omgekomen. Vandaag gaat de hele uitzending van het Jeugdjournaal over dat onderwerp. We praten straks met Amerika-deskundige Maarten van Rossum. En we zoeken contact met onze correspondent in de Verenigde Staten, Charles Groenhuizen. Het begon voor de Amerikanen rond 9 uur vanmorgen met een enorme ramp in New York. Daar botsten kort na elkaar twee vliegtuigen op twee wolkenkrabbers. Een van de twee torenhoge flats van het World Trade Center staat in brand, omdat een vliegtuig het gebouw in is gevlogen. Iedereen denkt aan een verschrikkelijk ongeluk. Een piloot die per ongeluk een gebouw raakt. Maar vlak daarna gebeurt er dit. Van rechts komt een ander vliegtuig dat op de toren invliegt. De Amerikaanse televisie heeft iemand aan de telefoon die in de buurt is. The building is exploding right now. You got people running up the street. Okay. I don't know what the hell is going on. Okay. Hij vliegt er rechtop af, zoals je hier van de andere kant ziet. Nou, je kunt je voorstellen dat iedereen heel erg in paniek raakte over de ramp in de wolkenkrabbers. Brandweer, politie, journalisten zijn er druk mee. En dan komt er nog een afschuwelijk bericht binnen uit de Amerikaanse hoofdstad Washington. Ook het Pentagon, het Amerikaanse ministerie dat over het leger gaat, staat in brand. Ook hier is een vliegtuig neergestort. Meteen worden alle belangrijke regeringsgebouwen, zoals het Witte Huis, ontruimd. Iedereen moet de gebouwen verlaten. De Amerikanen zijn ontzettend bang. In de studio is Amerika-deskundige Maarten van Rossum. Meneer van Rossum, goedenavond. Wie kan er achter zo'n aanslag zitten? Nou, de speculatie is dat het Palestijnen zijn. Een of andere Palestijnse organisatie die in feite hiermee ook probeert duidelijk te maken dat de Verenigde Staten achter Israël staan. Althans, dat nemen we aan, want we hebben, bij mijn weten is nog door niemand officieel geclaimd. Niemand heeft gezegd dat zij dat heeft gedaan. Ja, dat zij dat gedaan hebben. Ja. Waarom denkt u meteen aan het Midden-Oosten, aan de Palestijnen? Heeft Amerika veel vijanden? Amerika heeft natuurlijk sowieso een hoop vijanden. Amerika is het machtigste land van de wereld. En wie het machtigste van de wereld is, heeft altijd relatief veel vijanden. Veel vrienden, maar ook veel vijanden natuurlijk. En ja, waarom denk je aan het Midden-Oosten? Omdat natuurlijk daar zelfmoordaanslagen daar zeer regelmatig plaatsvinden. Dit zijn ook zelfmoordaanslagen. Waarom is het zo spectaculair? Waarom kon dit gebeuren? Omdat degenen die de aanslag plegen, daarbij om het leven komen. Ja. En daarmee niet zitten. Nee. Dan zijn er meerdere aanslagen tegelijkertijd. We zien die twee vliegtuigen in New York. In Washington gebeurt er ook nog het een en ander. Het lijkt allemaal heel erg goed voorbereid, hè? Nou ja, zo verschrikkelijk veel mensen heb je daar natuurlijk niet voor nodig. Laten we nou eens aannemen, twee zelfmoordenaars per vliegtuig. Je moet dat vliegtuig kapen, dat is waarschijnlijk in je eentje, is dat te veel risico, dus dat doe je met z'n tweeën. Dan ben je in principe, als je het goed coördineert, ben je met een man of tien, ben je in dit geval wou ik zeggen uit de brand, maar ben je dus in de brand. Hè? Je hoeft er niet zo verschrikkelijk veel voor te doen. Dat het wonderlijke is dat natuurlijk de middelen zo beperkt zijn, dat de effecten zo enorm zijn. Laten we even naar beelden gaan kijken van vanmiddag nog. Want nadat die gebouwen in New York waren geraakt, gebeurde er nog van alles. Ondertussen brandt het World Trade Center zo ver uit dat een van de torens instort. Overal zie je enorme rookwolken. De cameraman die het vanaf de grond filmt, moet rennen voor zijn leven. En dan stort even later ook het tweede gebouw in. Ja, het zijn verschrikkelijke beelden als je dat ziet. Hè. Wat zijn uw gevoelens als je dat voorbij ziet komen? Spectaculair. En denk eens aan de hoeveelheid doden die hierbij vallen. He, die torens die bevatten geloof ik samen 50.000 mensen die daar hun kantoorwerkzaamheden verrichten. En als je dat zo ziet, ze zijn allebei relatief snel ingestort nadat ze geraakt waren. Moet hier toch, ja, denk je toch al gauw aan tienduizenden doden. Ja. Wat betekent het voor de Amerikanen, voor de New Yorkers dat dit gebeurd is?
Het wijst je natuurlijk op het feit dat je betrekkelijk, dat je overal door dit soort van aanslagen kunt worden geraakt. Als de suïcidale wil er maar is, kun als je. Als iemand zelf moet plegen. Ja, je kunt dat op elke plek, op elke. Stel voor dat wij samen nu zeggen van nou. Dat lijkt ons wel wat. Dan gaan wij ergens een vliegtuigje kapen en dan vliegen wij tegen de Rembrandt Tower in Amsterdam aan. Geen mens die ons tegenhoudt. Er is geen verdedigingssysteem waarmee je dit soort van dingen op kunt vangen. Dat is er in Washington niet, dat is er in New York niet, maar het is er in Amsterdam ook niet. Washington, daar wil ik even naartoe. In de hoofdstad van Amerika, dat is Washington, daar zit onze correspondent Charles Groenhuizen. En ik vroeg hem voor de uitzending hoe de situatie bij hem is. Maar je kunt het voor een deel kun je het zien. Ik sta op het dak niet zo ver van het Witte Huis af. En als je die kant op kijkt, misschien kan de camera maar enigszins volgen. Dan zie je het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daar hangt een grote rookpluim boven, omdat het een van de gebouwen is waar ze ook een aanslag op is gepleegd. Dat er eenvoudig een vliegtuig is binnengevlogen. Het Pentagon is het allergrootste kantoorgebouw ter wereld. Het ziet er niet hoog uit. Het is geloof ik 6 of 7 verdiepingen hoog. Maar het is een kolossaal complex. En het is het ministerie van Defensie, dus het hart van de Amerikaanse macht. Dus terroristische groepen die het niet goed op hebben met Amerika, of sterker gezegd, die Amerika haten, om wat voor reden ook. Een van de eerste doelwitten die ze zouden willen raken is dat Pentagon, het ministerie van Defensie. Ik kan me voorstellen dat de paniek, dat zei je zelf al, de paniek erg groot is in de Verenigde Staten. Wat heb jij zelf gemerkt van de aanslagen? Wat ik er zelf van gemerkt heb is dat ik toen de eerste berichten over de aanslag kwamen in New York, dat wij probeerden naar New York te komen met het vliegtuig om daar vandaan verslag te kunnen doen. 5 minuten voordat ons vliegtuig vertrok werden alle vluchten vanuit Washington, maar ook alle vluchten in het hele land zijn intussen aan de grond gehouden, die zijn gecanceld. Toen wij terugreden kwamen we vlak langs het Pentagon, wat je hier achter mij ziet, op weg naar ons kantoor. Op dat moment vond daar die aanslag plaats en we zagen ineens gigantische rookwolk ontstaan op een paar honderd meter van onze auto. Hier in Washington zelf, en we zitten hier, nou, je ziet het vlak bij het Pentagon, het Witte Huis zit hier ook vlak achter mij, is het machtscentrum van deze stad. En iedereen probeert nu weg te komen. Kantoren lopen leeg. Musea zijn op slot. Scholen zijn allemaal naar huis gestuurd. Er is wat dat betreft zeer, zeer grote ongerustheid. Met name reusachtige angst van wat er verder nog kan gebeuren. Eén gegeven daarbij. Normaal gesproken hebben luchtverkeersleiders, hè, de mensen die de vliegtuigen in de lucht via de radar en zo in de gaten houden, er zijn een aantal vliegtuigen gewoon zoek. En als je dan even in herinnering roept wat er vanochtend gebeurde, dat een aantal vliegtuigen, dus bijvoorbeeld dat World Trade Center, zijn binnengevlogen omdat ze zich onttrokken zeg maar, aan die verkeersleiding die normaal zegt van waar ze naartoe moeten gaan. Dat is een buitengewoon enge en bedreigende situatie. Dus niemand weet wat ons in de komende uren nog te wachten staat. Misschien valt het mee, maar naar wat we vanochtend hebben gezien is de angst groot. Dankjewel, Charles Groenhuizen in Washington. Ja, Charles zei, er zijn nog een aantal vliegtuigen zoeken. Inmiddels is wel bekend waar die vliegtuigen dus terecht zijn gekomen. Er waren dus 2 vliegtuigen in New York. Er is 2 vliegtuigen in Washington, meen ik. En nog ergens anders is een vliegtuig ook neergestort. Pennsylvania is een groot vliegtuig neergestort. Ja, maar buiten Pittsburgh ergens. Ja, dus ergens of anders. Of dat er iets mee te maken heeft, dat weten we ook niet. Dat is pure speculatie. Ja. Tot nu toe hebben we allemaal beelden gezien uit New York van ver af van de torens. Er zijn ook beelden van vanaf de grond, vlak nadat de ramp was gebeurd. We kunnen even naar kijken. Dit zijn die beelden. Er zijn heel veel lokale televisiestations, hè, dus meteen zijn er heel veel mensen ook met camera's daar naartoe gegaan, als ze er al bij konden komen. Nou, we zien, wat zien we eigenlijk? Een chaos, een absolute chaos. Ja. Ja, dat moet nog veel erger zijn geworden toen die boel is toen die 2 torens zijn ingestort. Hè, dat moet toch ook allerlei mensen ook op de grond nog weer geraakt hebben. Mm-hmm. Totale paniek, mensen die proberen weg te komen omdat het gebouw gaat instorten. Kunt u mij vertellen wat dit betekent voor de Amerikanen? Want Charles zei al dat mensen wegvluchten. Ik heb begrepen dat het hele leven zo ongeveer plat ligt in Amerika. Scholen zijn dicht, ja, gebouwen dicht. Ja, omdat ze natuurlijk bang zijn voor eventuele vervolgaanslagen. Hey, je neemt het zekere voor het onzekere. Maar God, dit is gebeurd. Het drukt de mensen op het feit dat dit eigenlijk voortdurend kan gebeuren. De paradox ervan is hoe erg het ook is. De tegenstelling, ja. Hoe erg het ook is, wat zou je moeten doen om het te bestrijden? Ja, met andere woorden, je kunt je er niet tegen beschermen. Nee, niemand kan zich tegen dit soort van dingen wapenen. Dit kan, in principe kan het over 3 weken, nou morgen natuurlijk niet, dan is iedereen paraat. Maar over 3 weken of over 3 jaar, vergeet niet, 8 jaar geleden is er ook een aanslag op het World Trade Center. Op hetzelfde gebouw, hè? Precies hetzelfde gebouw is een aanslag geweest. En nu dus weer, alleen toen was het aan de onderkant en nu is het aan de bovenkant. Ja. Andere vraag is natuurlijk, wat betekent het voor ons? Amerika heeft veel vijanden, zei u al, maar Amerika heeft ook veel vrienden. Nederland is ook een vriend van Amerika. Ja, voor ons betekent het verder niks.
voor Nederland heeft het verder geen consequenties. Behalve dat Maxima, geloof ik, de noordelijke provincies niet gaat bezoeken. En het bezoek aan Drenthe dat van voetbal, Maxima. Dat het voetbal niet doorgaat, wat op zichzelf voor Nederlandse begrippen een wereldwonder is natuurlijk. Maar voor ons heeft het geen consequenties. Dit is, hier is Amerika ook het slachtoffer, omdat het de verreweg de belangrijkste natie ter wereld is. Omdat deze, wat we nu hebben gezien, de World Trade Center in New York, het Pentagon is getroffen, omdat we dat in principe elke dag zien als centrum van de wereldmacht. Hoe gaat Amerika hierop reageren, denkt u? Nou, natuurlijk boos en bezorgd. En dan gaan ze natuurlijk degene die het eventueel gedaan hebben, die gaan ze proberen op te sporen. Maar het probleem is natuurlijk, op wie moet je wraak nemen? Als je gebombardeerd wordt door een andere natie, ik zou maar zeggen, Japan gooit een bom op Pearl Harbor aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, dan kun je tenslotte Tokio gaan bombarderen. Maar wat moet je hier doen? Het is betrekkelijk waarschijnlijk een schimmige organisatie van op zijn best enkele honderden radicalen. Wat moet je er tegen doen? Ja. Goed, we gaan tenslotte nog even heel even kijken naar die beelden van die torens die uiteindelijk zelfs zijn ingestort, die twee torens in New York. Een van de twee torenhoge flats van het World Trade Center staat in brand, omdat een vliegtuig het gebouw in is gevlogen. Iedereen denkt aan een verschrikkelijk ongeluk. Een piloot die per ongeluk een gebouw raakt. Maar vlak daarna gebeurt er dit. Van rechts komt een ander vliegtuig dat op de toren invliegt. De Amerikaanse televisie heeft iemand aan de telefoon die in de buurt is. The building is exploding right now. You got people running up the street. Okay. I don't know what's going on. Okay. Hij vliegt er rechtop af, zoals je hier van de andere kant ziet. Ja, meneer Van Rossum, er is nog heel veel onbekend over wat er precies is gebeurd, wie het hebben gedaan, et cetera. Ik wou u voor nu hartelijk bedanken voor uw komst naar de studio van het Jeugd Journaal. En morgen komen we uitgebreid natuurlijk terug op wat er is gebeurd. Misschien dat er dan al iets meer bekend is over de daders en over het aantal slachtoffers in New York en in Washington. Een heel fijne avond en tot morgen.